Maar kijk, ik denk dat ook wat een heel belangrijke rol speelt, is interpretatie. Toch? Want kijk, Hitler heeft de Bijbel ook gebruikt, omdat hij een bepaalde interpretatie had. Slavenmeesters ook. Die slaven op een gegeven moment ook, die hebben het gebruikt om vrij te breken. Het is dus allemaal wat jij eigenlijk erin ziet. En als het jouw kracht geeft en op een zodanige manier voor zorgt dat jij een toegevoegde waarde hebt aan je omgeving, waarbij je geen schade berokkent aan mensen, maar juist opbouwt, dan zeg ik van, hey, doe je ding. Al wil je een schildpad geloven, is jouw tori. Weet je, zolang je geen geweld aandoet. Maar dat is het probleem eigenlijk. En hetzelfde probleem zie je ook in de overheid. Ja. Als je een wet hebt, want ik heb verschillende politici, bijvoorbeeld, ik stel ze een vraag over wet A, dan geven ze nu interpretatie dat voor hun werkt. Maar als ik het lees, dan zie ik nog drie verschillende interpretaties in. Ja. Maar ze gebruiken die interpretatie dat hun one, dus dat ervoor zorgt dat ze zeggen. Ik vind dat ook dat dingen zo vaak worden geschreven vaak. Dat het ruimte laat voor verschillende interpretaties. Als ik jou vraag stel en het antwoord is ja of nee, laat het geen ruimte voor interpretatie, het maar, is ja of nee. Ja, maar het is en ik snap dat het een heel complex ding is en dat het geen, vaak genoeg niet zo zwart op wit is. Maar kijk, je noemt Hitler aan. Nee, maar dat is bewust, hè? Ja. Dat van die wetten. Ja, toch? Kijk, ik weet niet of je ooit een rechtelijk vonnis hebt gelezen. Dat lijkt bijna op een andere taal. En dan moet je nagaan, het gaat om jouw recht. Waarom moet het zo moeilijk zijn om te begrijpen? Waarom moet iemand naar de universiteit gaan, 100 jaar studeren, om iets te kunnen begrijpen wat inherent verbonden is? Kijk, als het heeft te maken met verkeersrecht, is wat anders. Maar als we praten over universele rechten, iets dat jij voelt. Je voelt, ik bedoel, niemand, iedereen weet wanneer ze slecht behandeld worden. Toch? Hoe komt het dan wanneer jij slecht behandeld wordt, de hele procedure aan verbonden wordt, voordat jij daadwerkelijk kan komen tot je recht? Dus dat heel systeem van rechten. Het is, dus daarom zeg ik, we hebben dieperliggende problemen. En het is zo diep geworden in onze denkwijze. Want op de universiteit hier, de eerste dag inleiding recht. Wat wordt geleerd, is er bestaat in het recht horizontaal recht en verticaal recht. Horizontaal recht is het recht tussen de burgers onderling. En verticaal recht is het recht, tussen, zo wordt het uitgebeeld, tussen de overheid en de gemeenschap. Een hiërarchie of zo. Hiërarchie. Ja. Dus... En wie is de overheid? De overheid is gewoon een organisatie van mensen. Dus als jij moet doen wat de overheid zegt, moet je eigenlijk doen wat die mensen zeggen. Want die mensen schrijven die regels op. Dus als die regels tegen jou ingaan en je weet niet, je beseft niet wat de effecten van regels zijn, dan gaan mensen maar doen en laten met je willen. En dat leren we niet op school. We leren niet om te kijken naar, oké, wat zijn regels? Hoe worden ze uitgewerkt? Wie geeft die regels? Hoe komen die mensen daar die regels geven? Wat kan je doen wanneer die regels tegen je werken? Dat wordt ons helemaal niet aangeleerd. En dat is type knowledge dat we eigenlijk willen, dat we nu willen verspreiden in die samenleving. Okay. Yeah.